Nee, ik wilde een celebrity-fotograaf worden. Bekende mensen, weet je wel. Groot contrast met die troosteloze figuur aan de bar. Die hadden wat interessants mee te maken, allemaal ja, te vertellen. Mooie, unieke verhalen. Leek mij fantastisch. En mijn vader zei altijd, Arjan, horeca is wat je ook later gaat doen. Horeca is heel goed voor je. Ontwikkeling, mensenkennis. En dat klopt wel. Ik heb bijvoorbeeld, als je nou, mensen aan de bar, je kunt eigenlijk precies zien hoe mensen zijn als ze drankjes gaan bestellen. Of nou, ik zal iets specifiek zijn, het zijn niet echt mensen tegenwoordig, ook niet die mensen die drankjes gaan halen. Nee, heel specifiek zijn het ook 2020 nog steeds vooral de mannen die drankjes gaan halen. De meeste vrouwen laten ze nog betalen ook, stelletje golddiggers. Oké, sommige lachen herkenbaar, sommige mannen denken, nou, ik zeg niks. Nee, en ik wil niet generaliseren. Natuurlijk zijn er ook vrouwen die hun eigen drankjes regelen, weet je? De independent woman. Oftewel de lelijke. Het is cabaret, als je nu niet lacht, ben je dus lelijk, dames, ja. En mannen lachen niet te hard. Mannen aan de bar is nog herkenbaarder. Als iemand drank gaat halen, kan ik precies zien, na al die jaren ervaring, waar iemand vandaan komt. Gewoon puur aan de manier van bestellen. Voorbeeld, Amersfoort komen best veel Turkse mannen, niks mis mee. Maar ik ben er inmiddels achter dat iedere Turk die aan de bar staat, als hij gaat bestellen, dan denkt hij dat ik hem al jaren ken, zijn beste vriend ben. Vooral Turken en Marokkanen hebben het een beetje, maar vooral Turkse mannen hebben het. Die staan dan aan de bar, eerst met geld te wapperen, ik ben aan de beurt, zul ik ga je altijd nummer 1. Hé, hey, vriend, jij bent de beste barkeeper die je kent. Hé, vriend, mag ik 2 Bacardi cola? Hé, vriend, 2 Baco. Wat zijn toch vrienden? Vriend, doe maar 2 Baco. Hé, vriend, ik zweer jou. Ja, vriend, jij bent de beste barkeeper die je kent. Wat zijn vrienden? Doe maar 2 Bacardi cola. Ja, vriend, 2 Baco. Vriend, jouw baas kijkt niet. Wat zijn vrienden? Doe een beetje extra sterk, een beetje extra Bacardi. Wat zijn toch vrienden? Ja, toch? 2 Baco, 16,50. Ah, tuurlijk, vriend, ik geef jou 10. Turkije altijd afdingen. En de Hollandse man, het spijt me dat ik het moet zeggen, die is eigenlijk nog herkenbaarder. Hollandse man, die denkt gewoon dat hij niet aan een bar staat, maar op een fucking veiling. Iedereen kent dat type wel. Ik kwam met name achter, oud en nieuw had ik een keer iemand, die veranderde vlak voordat hij aan de beurt was, in één keer in de veiling meester. Mag ik het zeggen? Ja, natuurlijk mag ik het zeggen. Ja, mag ik het zeggen? Mag ik 4 bier, 2 bako, bako light, 7-up, 2 ijs, 1 mojito, 3 spa blauw, gin tonic en een wodka Red Bull. Rode wodka, witte wodka, rode wodka Red Bull, gin tonic, wat voor genering, gin tonic met komkommer, koriander en een kaasstengel. En dan 2 Jackers, sinaas, een kassas, rozeetje, 2 bokbier, 1 witte wijn, 3 spa rood, martini, nog 2 bier erbij. En we willen een shotje, we gaan naar de klootzen, neem zelf ook een shotje. Geef je collega's ook een shotje, die dames ook een shotje, kom, bier nog een shotje, we nemen samen nog een extra shotje. Heb je tequila? Ja, 3 shotjes, 4 shotjes, 5 shotjes, 6 shotjes, 7 shotjes, 8 shotjes, 9 shotjes, 13 shotjes, 14 shotjes. Eenmaal, andermaal, heb je het onthouden? Nou, en ik weet nu dat het dan een Nederlander is, als die daarna zegt, oh ja, trouwens, apart afrekenen alsjeblieft. Ja. 27 pimpassen voor je neus. Fucking vreselijk.